Een traject voor werklozen om door middel van sport de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen is vrijdag afgesloten. De deelnemers werden na hun laatste middag boksen verwelkomd in de nieuwe brasserie Urban Folks. Hier schoven ze aan om hun traject te bespreken met mogelijke werkgevers, aldus gastvrouw Janine Sok. Er zijn mensen die werk zoeken, die hebben gesport vandaag en die hebben een heel traject gevolgd. En ze hadden vandaag de laatste les. En vervolgens hadden we een afronding en zijn we naar Urban Folks gegaan. En daar zitten nu mensen aan tafel met placemats. En er worden 5 vragen gesteld over persoonlijke ontwikkeling. Van waar ben je goed in? Waar ben je naar op zoek? Dat soort vragen. En het gesprek gaat aan tafel plaatsvinden. En ik ben ervan overtuigd dat eten en drinken verbindt. Dus dat je het goede gesprek hebt eigenlijk bij moeder aan de keukentafel, maar dat is dan nu bij Urban Folks. Het sporten gebeurde in sportcentrum Fudochi. Eigenaar Marco Stolz trainde de deelnemers om ze onder andere meer zelfvertrouwen te geven. Vandaag was de afsluiting van een 10-weeks project met de gemeente Nijmegen, Sport Beweeg Naar Werken. En de afsluiting is met de bedoeling om een bepaalde mindset te creëren voor mensen die voor 45 plus werkgroep was dat. En die hebben toch met veel tegenslagen te maken in het vinden van een baan. Dus de gemeente Nijmegen en Sportcentrum Fudochi, waar ik de eigenaar van ben, hebben de handen ineengeslagen om te kijken van hoe kunnen we voornamelijk de mindset van de mensen veranderen om toch positief te blijven solliciteren. Ze krijgen natuurlijk tegenslagen om daarmee op een goede manier om te gaan. En de finale was dus vandaag. Een van de deelnemers, Edith Ressenaar, heeft tijdens het traject iets over zichzelf geleerd. Ik vond het ontzettend leuk. Echt, ik ben heel enthousiast over. Leuker dan ik dacht. Ja, verrassend eigenlijk. Ja. En wat me ook opviel, ik wist niet dat ik zo fanatiek kon zijn. Dat vond ik echt als ik ga boksen, dan wil ik niet ingemaakt worden. Wil ik punten scoren. Het was de eerste keer dat een dergelijk project in Nijmegen werd georganiseerd. Het betreft nu nog een pilot en er zal worden gekeken of het voor herhaling vatbaar is. Janine Sok is er dan weer bij om de verbindende factor te spelen. We brengen werkzoekenden in contact met het bedrijfsleven. En ik ben ervan overtuigd dat eten en drinken verbindt. Dus dat je het goede gesprek hebt eigenlijk bij moeder aan de keukentafel, maar dat is dan nu bij Urban Folks.